ik was dus op vakantie in Nederland. En toen waren we aan het strand. We waren aan het vliegen met mijn zusje en met mijn vader en mijn moeder. En toen voelde ik ineens iets hards onder mijn voet. En ik dacht, zou ik het pakken of niet? Want straks is het misschien een krab. Ja. En toen ging ik graven en graven. Het was best wel diep. En toen pakte ik eruit. En ik dacht, wat is dat? Ik dacht, misschien is het een stuk hout of steen. Toen heb ik hem hier ingestopt. Ja, pak maar. Jeetje joh, wat mooi. En nou ja, hier gaat jouw vraag dus ook over. Ja. Want wat is jouw vraag? Dit bot dat ik heb gevonden, of dat misschien van een mammoet is. Van een mammoet? Ja. Waarom denk je dat het van een mammoet is? Omdat toen ik hem vond, was hij nog zwart. Helemaal pikzwart. En toen ik hem weer naar huis meenam, toen was hij ineens van kleur veranderd. Want botten in de ijstijd, die zijn zwart hè? Ja. Omdat ze zo lang onder de grond dan hebben gelegen of in de zee hebben gelegen, dat ze gewoon versteend zijn. Ja, bizar. Nou ja, ik denk dat we dan vandaag maar eens uit moeten gaan uitzoeken of dit bot van een mammoet is. Ja. Hoi. Hey, Victoria, ik ben Hans. Hoi. Hartstikke leuk. Ik ben Jesse. En ik ben Hallo. Hans. Dag, dag. Jij bent strandjutter, Hans. Ik ben strandjutter. Maar wat vind jij zoal op het strand? Nou, je ziet hier een kleine uitstalling van wat ik ooit op het strand heb gevonden. Deze poppenkop. Ik vind dat heel freaky. Is heel eng, hè? Ja. Maar wel heel apart. Wat dacht je hiervan? Oh, is dat echt? Dat is een echt. Dat is een echt. Wat denk jij dat dit is? Ik denk een kies of zo. Heel goed. Wat dacht jij hiervan? Wow, dat is echt, een mooi beeldje. Mooi. Dat is een pop. Durf haast niet te vragen. Maar Wat heb jij wel eens een mammoetbot gevonden, Hans? Ja. Echt waar? Jij hebt echt? Dat gewoon gevonden? Ja. Mag jij dit even optillen? Man, dat is zwaar zo te zien. Wow. Hé, maar dit is een echt mammoetbot. Dit is een echt mammoetbot. Wow. Even kijken. Het is een mooi glad bot. Heel mooi glad, ja? Zou dit bot van een mammoet kunnen zijn? Het zou kunnen. Ik denk als je werkelijk dat wil weten, dan zou je moeten gaan. En ik heb de naam voor je. Bram Langeveld. Ja. Bram Langeveld. En die is van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ik ga het maar meteen vragen, staan wij nu bij een mammoet? We staan hier inderdaad naast een skelet, maar dit is geen mammoet. Dit is een Aziatische olifant. Oh. En dat is een nauwe verwant van een mammoet. Ze lijken erg op elkaar. Ja. Maar we kunnen wel met jouw bot gaan kijken bij dit skelet of je een match kan vinden. Of je jouw bot kan terugvinden in het olifantskelet. En met name die deuk hier, dat is iets heel typisch. Hier gaat hij denk ik niet bij passen. Staart kan het ook niet aan. Ik denk daar ergens in. Zitten we dan warm? Nee. Ik zou het echt niet weten. Ik ook niet. Ik geef het een beetje op. Dan geef ik een tip. Dan ga ik het verklappen eigenlijk zelfs. Yes. Dit is een deel van het opperarmbeen. Opperarmbeen? Het opperarmbeen. En waar zit hij dan precies? Ja. Dat zit, ik heb hier een rat. Dat hele kleine botje eigenlijk hier. Hier is die heel klein. Recht onder het schouderblad en boven de ellepijp. Ja. Jouw bot is eigenlijk dit stuk van het opperarmbeen, de onderkant. Je hebt ons nu aangewezen waar het bot zit, maar hoe kunnen wij er nou achter komen van welk dier dit botje is? Want die is aanzienlijk kleiner dan de olifant. Precies. Ja. Maar waar is hij dan wel van? Nou, dat gaan we uitvinden. Ik meet gewoon eventjes. En dan zie ik dat hij ongeveer 8 centimeter breed is. En de lengte is dan ongeveer 14 centimeter. Ik heb hier de opperarmbeenderen. En dan kunnen we gaan kijken waar die het meest op lijkt. Oh, ik zie deze. Die lijkt er heel veel op. Heel goed. Kijk. Alleen dan andersom. Precies. Klopt. Ja, je ziet inderdaad een aantal overeenkomsten. Ja. Maar daarvoor hebben we hem ook net opgemeten. Dit bot is in totaal ongeveer 10 centimeter, misschien 12. Ja. En jouw bot was hier als fragment al groter. Dus het schaap, ovis, dat is de wetenschappelijke naam voor het schaap, dat valt af. Op die manier komen we steeds dichter eigenlijk bij het antwoord. En we gaan straks in het depot kijken naar echte botten. En wat is een depot? Onze opslag, onze collectieopslag. Daar gaan we ook nog heen. Oh, dat vind ik cool.
Volg mij. Yo. Wow, kijk. Is dat ook opgezet? Ja. En welkom in het mooiste depot dat we hebben. Wow. Goed, ik heb hier alvast wat botten nu neergelegd. Ik heb hier een steppenwicent. En ik heb hier twee paarden neergelegd. Op armbenen van paarden. Ik zie er eentje die heel veel op lijkt. Welke lijkt er heel veel op? Deze. Precies. Echt bijna dezelfde grootte. Ja. Nou, inderdaad. Heel goed. Ze lijken erop. Qua grootte klopt het ook. Yeah. Maar ik ga nog één bot pakken. En dat is de oparming van een koe. Die leggen we er ook nog even bij. Ja. Yeah. En dan moet je heel goed kijken en vergelijken. Dit lijkt sprekend. Ja. Nou, kijk. Dus dit bot is een koeienbot? Ja. Dat is ook mijn conclusie. Het is een koeienbot. Oké, dat is dus duidelijk geen mammoet. Hoe komt het dan dat hij is verkleurd van dat naar dit? Ja, want daardoor dacht je dat het een mammoetbot was, toch? Als zo'n bot in bodemlagen terechtkomt, dan gaat het verkleuren. En dan wordt het bruin of zwart. En als die verkleuring definitief blijft, dit bot is al tientallen jaren uit zee en is nog steeds mooi donker van kleur, dan gaat het om een fossiel. Maar als zo'n bot weer snel wittig wordt, of in jouw geval een beetje vlekkerig, dan is dat een aanwijzing dat het nog niet zo oud is. Want het heeft nog niet zo lang in de bodem kunnen liggen dat het echt helemaal verkleurt. Maar ik heb misschien nog een verrassing voor je. Nou, we doen dat als museum eigenlijk nooit dat we iets weggeven. Maar omdat jij zo'n mooi bot hebt gevonden, heb ik iets voor je ingepakt. Pak het maar uit en kijk maar wat je ervan vindt. Hier ben ik heel benieuwd naar. Mag ze dit hebben? Dat mag ze hebben. En wat is het? Dat is van een mammoet, hè? Dat heb ik erbij gezet. Kijk maar. Wow! Nu heb je gewoon dit een echte... Ja, dit is echt heel vet. Wat goed. Wow. Ja. Gewoon onderkant van een mammoet. Precies. Van zo'n heel groot scheenbeen van een mammoet. Wow, dankjewel. Koe, koe. Alsjeblieft. Wat een gek, man. Wat gaan we dan met je koeienbot doen? Aan het museum geven. Wil je die doneren aan het museum? Ja. Okay. Alsjeblieft. Oké. Nou. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat is bedankt. Mooi. Dan gaan we deze opnemen in de collectie. Nou, hadden we een beter einde kunnen wensen? Nee. Volgens mij ook niet, hè? Ik denk dat we dit maar gewoon heel voorzichtig heel naar buiten en naar huis moeten gaan brengen. Ja.